Hallo, ik heb weer een leuke vraag voor u. Er is nu veel te doen over Openbaring 13. Welke profetieën moeten nog in vervulling gaan voordat Christus wederkomt? Nou, moet ik u een lijstje toesturen van die en die profetieën? Nee. Ik zal u het antwoord geven. Ik weet het niet. Dan kunnen we er een punt achter zetten, dan is dit het. Maar ik ga toelichten wat ik er niet aan weet. Ik ga weer een tegenvraag stellen, dat doe ik wel eens vaker. Gelooft u dat Christus vandaag kan terugkeren? En dan bedoel ik niet of u gelooft dat de gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking, want dat kan inderdaad elk ogenblik gebeuren. Maar als u nou gelooft dat de gemeente pas opgenomen wordt als Christus terugkeert uit de hemel, dus bij zijn zichtbare verschijning, gelooft u dat die verschijning van Christus vandaag zou kunnen plaatsvinden? Of gaat u dan razendsnel denken, nee, dat kan niet, want er moeten nog een heleboel profetieën vervuld worden? Ik dacht dat vroeger ook wel, totdat ik eens een keer iemand hoorde zeggen, iemand die ook al lang in de eeuwigheid is, hij zegt, als vandaag Christus terugkomt, en ik zou zeggen, maar hoe zat het dan met die profetie, dan zou het best kunnen zijn dat hij zegt van, oh, die zijn allemaal vervuld, alleen je hebt niet goed opgelet. Of je zocht de vervulling in een heel andere richting. Je was net als die man die in een steegje aan het zoeken was en ik vroeg aan hem, wat zoek je? Ja, ik ben mijn horloge hier verloren. Ik zei, waar heb je hem ongeveer verloren? Ja, hij zit hier 15 meter verder. Ik zei, maar waarom zit je dan hier te zoeken? Ja, hier is meer licht. Ja, als je op de verkeerde plek zoekt, dan zul je hem natuurlijk nooit vinden. Dus als je die vervulling van de profetieën zoekt op de verkeerde plek, dan zou het best kunnen zijn dat de Heer God later tegen je zegt, sliep uit, het is al lang vervuld en je hebt niet opgelet. Zo hoorde ik bijvoorbeeld een keer de suggestie, die grote verdrukking voor Israël, wat is er nou een grotere verdrukking voor Israël dan de Holocaust? Bijna 6 miljoen Joden vermoord in een paar jaar tijd. Misschien was het wel precies die 3,5 jaar van de laatste jaarweek van Daniel. En ik dacht, jongen, ik ben niet zomaar overtuigd hoor, maar ik dacht wel bij mezelf, ja, moeten we dan echt geloven dat er een grote verdrukking komt van wanneer Jezus zegt dat die erger zal zijn dan alle verdrukkingen die Israël ooit heeft meegemaakt. Nog iets ergers dan de Holocaust, dan moet ik me dat voorstellen. En dat is de reden waarom ik met 25 veel beter wist hoe ik met al die profetieën in elkaar zat dan nu. Want intussen heb je zoveel andere aspecten leren kennen en zoveel andere meningen gehoord dat je zegt, jongens, het is wel ingewikkeld om je vast te bijten in één bepaalde mening. En vandaar dat ik dus open stond voor de suggestie, als Christus terugkomt, dan zeggen we misschien, nou die profetieën zijn wel degelijk vervuld, alleen we hadden het anders ingevuld. Wij dachten dat het alleen maar op die of die of die manier kon. Ik heb een boek uit de 19e eeuw, van 1866, ik citeer het nog eens graag. Dat boek heet De Toekomst Onzes Heren Jezus Christus. Mooi ouderwets. En dat gaat over de vervulling van de profetieën. En het is opvallend hoeveel in dat boek is uitgekomen. Israël is in ongeloof teruggekeerd naar zijn land. Dat was in 1866 ondenkbaar. Hè? Toen was er nog het Turkse Rijk. Het idee dat de Joden in Palestina een eigen staat zouden kunnen stichten, ondenkbaar. En de schrijver van het boek was al lang overleden toen dat Turkse Rijk ten einde kwam. Namelijk in de Eerste Wereldoorlog. En toen ineens onder de Britten die mogelijkheid zich begon te worden dat ze inderdaad een eigen staat zouden kunnen krijgen. Maar in dat boek van 1866 werd het voorzegd gewoon op grond van de Bijbel. En er werd verteld dat in Israël een overblijfsel zou wakker worden van degene die van je ogen zouden opengaan voor de Messias. En die daardoor zwaar in de verdrukking zouden komen. Maar ook hoe de ongelovige massa van Israël het beeld van de antichrist zou gaan aanbidden. Heleboel van die dingen klopten perfect. Zijn allemaal uitgekomen. Op één ontzettend belangrijk verschil na. En dat was dat die schrijver dacht dat al die dingen die ik nou noemde pas zouden plaatsvinden als de gemeente opgenomen zou zijn. Nou, dat was een kapitale vergissing. Want de gemeente is nog steeds niet opgenomen, in de zin zoals hij dat bedoelde. En intussen zijn een heleboel van die dingen wel werkelijkheid geworden. Het Turkse Rijk is ten einde gekomen. Israël heeft zijn eigen staat opgericht. Er heeft een verschrikkelijke verdrukking onder Israël plaatsgevonden. Etcetera, etcetera. En als je dat eenmaal door hebt, dan denk je, ja, op welke manier vergissen wij ons dan misschien vandaag de dag? En zijn er intussen misschien al een heleboel dingen lang vervuld? Dan kom ik terug op Openbaring 13.
Het helpt mij enorm deze overwegingen om me niet gauw vast te pinnen op Openbaring 13. We hebben nou verschillende uitingen gehad van charismatische voorgangers, van reformatorische voorgangers. Mijn opdracht als bijbelleraar, als theoloog, is in de eerste plaats om te zeggen, laten we nou eerst eens beginnen met Openbaring 13 goed uit te leggen. Waar gaat het eigenlijk over? En dat heb ik bij die predikers die ik net noemde en bij vele anderen nog helemaal niet gezien. Men hangt aan Openbaring 13 van alles op. En zonder dat er een behoorlijke uitleg aan ten grondslag ligt. Denk erom, dit gebeurt al vanaf de 19e eeuw. Ik las een geschrift uit de 19e eeuw, een ander dan wat ik net noemde, waarin stond, wij zien nu de eenwording van Europa. Duitsland is bezig één te worden onder de Duitse keizers. Bismarck wordt genoemd de ijzeren hertog. Vervulling van Daniel 2, het beeld van ijzer en leem. Toen dacht ik, toen ik dat decennia later las, na de Tweede Wereldoorlog, toen dacht ik, dus in die tijd dachten ze ook al, wij leven in de tijd dat deze dingen bezig zijn in vervulling te gaan. Duitsland was een eenheid aan het worden. Italië was bezig een eenheid te worden. Nou, dat waren ook inderdaad voorbereidingen voor de eenwording van Europa. Maar wat die mensen niet wisten is dat er twee afschuwelijke wereldoorlogen zouden komen. Die van alle eenheid weinig zouden overlaten. Waarbij alle machten van Europa tegenover elkaar zouden komen te staan. En nu na de Tweede Wereldoorlog moeten wij niet de fout maken. Denken, maar nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. En dan zoek je naar alle. En als je dat eenmaal op die lijn zit, dan ga je naar allerlei dingen zoeken die daar dan een vervulling van zijn. Hè? Ik weet nog, toen de streepjescode kwam, zeiden mensen, dit is het teken van het beest. Want als je die streepjescode niet hebt, dan kun je niet kopen of verkopen. En dat was precies waar het in Openbaring 13 over gaat. Toen we bankpassen gingen krijgen, precies hetzelfde. Dat is het teken van het beest. Want als je zo'n bankpas niet hebt, dan kun je straks niet meer deelnemen in het economische leven. Ik word daar zo moe van. Elke keer als er weer een nieuwe uitvinding wordt gedaan, nou is het weer het vaccin. En ik verzeker u, als we eenmaal die coronatoestand onder de controle hebben, wat ik van harte hoop en verwacht, dan zal het weer over een aantal jaren wat anders zijn. Dan zeg maar, dit is nou eindelijk toch de vervulling van wat daar staat. Terwijl ik nog steeds denk, ja, daarvoor ben ik theoloog, ik kan niet helpen. Zou we niet eerst beginnen met de voorvraag, wie is dat beest uit de Openbaring eigenlijk? En wie is dat tweede beest dat uit de aarde voortkomt? Wat weten we over hen? Wat kunnen we over hen zeggen? En is datgene wat van hen geschreven staat inderdaad al bezig in vervulling te gaan? Dat geloof ik namelijk helemaal niet, maar dat ga ik u nou allemaal niet uitleggen. We moeten gewoon ons huiswerk weer gaan doen. En ik word heel moe en verdrietig, en ik denk de Heere God nog veel meer, als we zien hoe mensen dat huiswerk overslaan, de behoorlijke uitleg van het boek Openbaring, inclusief Openbaring 13, en al beginnen aan de kapstok van hoofdstuk 13 van alles op te hangen van de dingen die vandaag aan het gebeuren zijn. Dat is sensationalisme, dat is jagen op sensatie, omdat het stoer lijkt om te zeggen, kijk, wij hebben door wat er gebeurt, kijk maar dit en dat staat allemaal in Openbaring 13. Nou, er is al zoveel uitgehaald, het is een hoge hoed waar nog veel meer uit tevoorschijn zal komen, zonder dat we ons huiswerk doen. Waarover gaat het in Openbaring 13? Maar terug naar de eigenlijke vraag, hoeveel moet er nog gebeuren? Ik weet het niet. Misschien letten we gewoon niet goed op, zoals dat al zo vaak gebeurd is en is het al lang bezig in vervulling te gaan. We hoeven niet te wachten op de wederkomst, omdat er eerst nog dit of dat zal moeten gebeuren. Het is al lang bezig. Dus alsjeblieft, zeg niet tegen de Heer, u kunt nog niet komen, want er zijn nog 26 profetieën die eerst nog vervuld moeten worden. Dat maakt hij wel uit. En hij regelt dat goed. Dus die vraag van u waarvan ik zei, dat weet ik niet, daar zeg ik meteen bij, niemand weet het. En als iemand het wel meent te weten, dan gaat u maar eens aan de tand voelen over zijn zekerheden. Eén ding is wel heel duidelijk. De Heer zegt, zie, ik kom spoedig. Dat is een zekerheid. En dan moet u niet van, ja, maar spoedig betekent bij hem nu ook al 2000 jaar. Ach, in de klok van de hemel betekent dat niks, hetzelfde als 2 dagen. In een mum van tijd komt hij terug, ook al is het op onze klokken dan al ruim 2000 jaar verder. Het komt goed. Hoe precies? We gaan het beleven. Maak u geen zorgen. Dat was het wat ik daarover te zeggen had. En als u ook een vraag hebt, stuur hem rustig in. vragen@groeieningeloof.nl. Ik weet niet of het helemaal goed zijn, maar u ziet dat in ieder geval rechts in de video staan. En als u meer video's wilt, dan kunt u ook op de knop abonneren klikken.
En wij gaan lekker gewoon door, zolang de heer nog niet komt, met vragen beantwoorden. Volgende keer is Dato Steenhuis weer aan de beurt. En daarna ben ik weer aan de beurt. En ik hoop u dan weer aan het toestel te treffen. Zoals men dat vroeger op de tv zei. God zegen en tot de volgende keer.